zijn het gemeentehuis van Capelle. Wie bent u en wat is uw functie? Ik ben Anne Zijknagel en ik ben wethouder Veiligheid, Volksgezondheid en Jeugd. Wat vindt u van het werk van handhaving, uw rol in de gemeente? Sinds 2002 zitten we in de politiek. En in dat kader zijn we ons ook gaan bemoeien met veiligheid. We kregen toen een dienst stadstoezicht. En daarvan is 4 jaar geleden gezegd, nou, die mensen zijn hartstikke lief, zien er leuk uit, maar die hebben geen toegevoegde waarde. Toen was het een opdracht van de gemeenteraad om een professionele organisatie neer te zetten. En dat is wat onze handhavers nu doen. Die zijn zo professioneel, die zijn zo van alle markten thuis. Ik mag niet anders zeggen als wethouder veilig, dat ik daar enorm trots op ben. Wat denkt u dat burgers denken over handhaving in Capelle ten opzichte van de politie bijvoorbeeld? Nou, dat is wel een puntje, want ik denk dat het inmiddels 2 jaar geleden is. Toen hadden we een avond met burgerpanel. En dan mochten de mensen de mening geven over het veiligheidsbeleid. En toen was de rol van de handhavers was erg onderbelicht. En die kregen ook niet, qua bekendheid, kregen ze geen hoog cijfer. Ik denk dat mede door de twitteren, door die actie om Capellenaren erbij te betrekken waar ze mee bezig zijn, dat als we het nu weer zouden vragen, dat het cijfer anders zou zijn. Maar op dat moment ben ik ervan geschrokken, want wat was de rol van handhaving, was niet bekend. En misschien is het dat nog niet helemaal op alle fronten. Vindt u ervan dat wij een reportage specifiek over hun maken in dit geval? Ik vind dat ze die verdienen. Ik vind het geweldig dat jullie daarmee bezig zijn. En onze handhavers, die verdienen dat echt, want het is zo bijzonder. Of het nou een kind is met een lekke band die helemaal beteuterd is omdat ze naar de verjaardagspartijtje moet en dan te laat komt. Die helpen ze. Ze pakken hele grove agressie. Mensen die drinken in de horeca, die pakken ze aan. Ze zijn het verlengstuk, denk ik dat je het zo zou kunnen zeggen, van de politie op sommige fronten. Die samenwerking hebben ze voor moeten knokken, want dat ging 4 jaar geleden heel stroef. En dat loopt nu als een geoliede machine. Ja, ik ben, ja, eigenlijk moet je het niet aan mij vragen, ik ben een fan van onze handhavers. Heeft u nog een tip voor de Capelse burgers waar zij misschien mee kunnen helpen om handhaving nog beter te maken? Ja, in ieder geval naar ze kijken waar ze voor bedoeld zijn. Niet als mensen die controleren of je langer bij de blauwe zone staat dan de 3 uur die mogelijk zijn of die wettelijk toegestaan zijn. Maar gewoon als mensen die ervoor zorgen dat we met z'n allen in Capelle een stuk veiliger en een stuk beter kunnen wonen.